Dan hangt iets uit je mond. Soms komt er ook slijm uit. Zet je hem zo... Doni. Is het relevant voor de film? Nee. Oké. Goeie niet morgen meer allemaal. Dat zeg ik altijd. Ik doe altijd 's ochtends vloggen. Oh, het is nog steeds ochtend. Het is al 11:30. Ik heb net paardjes getraind. En normaal ga ik dat zeg maar nooit doen. En dan ga ik dat filmen. Maar nu ben ik eigenlijk al soort van klaar. Waarom heb je dan je cap op? Geen idee. Sinds 2012 heb ik iedere dag gewoon mijn cap op. Ik wacht nog steeds tot de wereld vergaat. Nee, ik heb dus net gereden en ik wilde eigenlijk nu mezelf gaan uitkleden. En ik moet trouwens dit hoofdstel nog schoonmaken. En om meteen in het thema te blijven. Dit hoofdstel ga ik schoonmaken en heb ik, als het goed is, een soort van voor de laatste keer gebruikt. Sorry. Ik krijg vandaag mijn nieuwe hoofdstellen. Oh, excited! Volgens mij zijn het er een paar. Gewoon ik heb al een nieuwe voor Graaf. Dat heb ik eigenlijk nog nooit in de video laten zien. En ik heb een nieuwe voor Enzels. En ik krijg een nieuwe voor Macho. En ik krijg een nieuw Trends hoofdstel. En dat is allemaal voor PS of Sweden. En het is nu dus 11:30. En om 12:00 komt Laura. En die komt ze afleveren. En dan gaan we nog even aanmeten of dat alles goed zit. En dan... ja, super leuk, super excited, want ja, dan heb ik deze hoofdstel niet meer. Ik ben wel heel blij met dit hoofdstel en de Judy frontriem, die ga ik gewoon overzetten. Maar dit hoofdstel van bijvoorbeeld Macho, ik heb volgens mij hetzelfde hoofdstel als Enzo en Macho samen. Dus van Harry's Horse, dat heb ik echt ooit toen Macho 6 was, dat is dus echt al kapot lang geleden, gekocht met een kerstaanbieding voor €69. Een Sang & Trends hoofdstel, dat is echt cheap as piep. En daar heb ik gewoon altijd mee gereden. En dat is ook best wel mooi. Het is gewoon een mooi rondgenaaid hoofdstelletje. Maar ja, de drukverdeling achter de oren ben ik echt helemaal... Dat vind ik echt vreselijk. Dan heb ik zo'n... ik heb er zo'n kopstuk onderlegger onder. Deze is dan toevallig van Enzels. Maar dat is hetzelfde verhaal. Zit hetzelfde onder. Want anders heb je van die klippen. Even kijken wat je het hier kan zien. Er zitten van die klippen achter het oren. Omdat het dus een Sang & Trends hoofdstel is. En dat is helemaal niet fijn, dus ik heb een soort van onderlegger onder gedaan. Maar toch ben ik niet echt heel blij met die drukverdeling. En dat vind ik fijn, dat dat allemaal niet meer hoeft. Want ik heb dadelijk gewoon de Sang & Trends hoofdstel met gewoon een heel breed anatomisch stuk achter de oren. Maar dat ga ik jullie dadelijk allemaal laten zien. En verder zal ik even een rondje lopen door de stal van hoe en wat. Ja, verder, dat is het dus voor vandaag de video van de nieuwe hoofdstellen van Piers of Sweden. Hey Koekje! Ben je ook blij met je nieuwe hoofdstel? Oh, dat weten we nog niet. Je hebt hem nog helemaal niet gezien. Macho die is gisteren voor het eerst weer mee geweest op vreemd terrein. Dat hebben jullie misschien wel gezien op Instagram. En ze hebben geoefend op vreemd terrein. Dus een chill periode is weer voorbij. Aan de bak, Machi. Hij deed het echt heel goed. Macho kan soms een beetje gespannen zijn. Maar hij was heel ontspannen en heel blij. Ze hebben fijn kunnen trainen. En dan... gaan we binnenkort weer op wedstrijd. Want Enzels, die hadden we eerst eventjes flink geprobeerd om een beetje mak te krijgen. Ja, is het gelukt? Is het gelukt? Enz? Nope. Enza? Ja. Hij luistert wel, hè? Zien jullie dat hij allemaal... Hij is een beetje bezweet nog van het training. Maar hij heeft allemaal appeltjes op zijn lijf. Allemaal vlekjes. Want hij is 3 dagen geleden geschoren. Weer. En in de zomer scheren wij Enzels ook altijd, want hij heeft echt een beetje een, ja, niet echt, hij zit wel gewoon echt goed in zijn haren, maar hij heeft heel snel last van de warmte, dus we willen hem gewoon zo kort mogelijk in zijn haren hebben. Dus Lotte heeft hem een paar dagen geleden geschoren en nou is hij weer helemaal blij, dan zweet hij ook niet zoveel en dan happy de peppy en zijn stalletje is helemaal mooi schoon, dus hij is helemaal blij dat hij schoon stro heeft en dan zie je daar achter hooi liggen. En toch kiest hij voor het stro, want hij heeft volgens mij hier ook nog eten. Ja. Het is heel raar. Je bent bijzonder. Bijzonder paard. En hier hangt even zijn deken. Die moet dadelijk op. Oh ja, schrik. En dit is nieuw. Dit is een kwastje. En die moet hier tussen. Want hij maakt zijn deur open. Ik krijg allemaal appjes dat hij hier door de gang aan het bivakkeren is en zo. Ga je nou toch hooi eten?
Dus we hebben hem even, dan kan dit zeg maar, want hier kan hij dus aan trekken en dan gaat hij omhoog. Maar nu zit er dus een kwastje tussen. Ik kan hij hem niet meer losmaken. Goed idee, of niet? Ja, super. Dan hebben we Graaf nog hier. Die is ook wel lekker hondjes aan het eten. Hé, meneertje de Graaf. Hij kijkt, zie je dat? Hij keek echt zo. Graaf. Ben je aan het luisteren? Mooi is hij zo, hè? Het velentje is nou weg van Chica. Er komt nou een nieuwe Mary. Dus dan hebben we binnenkort een nieuwe baby. Krijg je weer een baby naast je. Oh, slapeloze nacht, hè, jongen. Kijk, hij kijkt door dat raampje. Dus die hield en toen de eerste velen was geboren, had hij echt helemaal een kuil gegraven. Hallo, popje. En toen was hij de dag daarna niet geboren. Graaf. Wil jij een kusje doen? Ja, dat doe ik bij mama. Hij is zo lief, hè? Ja, lief. Mandje, ben jij simpel? Ja. Hij vindt het wel leuk. Hij is nu ook gestopt met eten, dus dan kan hij even iets nuttigs doen. Hij vlemen. Oh, hij doet het. Hij vlemen. Zie je het? Ja. Hij is echt fotogeniek. Ja, hij is heel erg fotogeniek. Ook filmgeniek. Maar ja, er zijn hier al twee cadeautjes soort van gearriveerd. Kijk eens hoe mooi dit is ingepakt. Dit is mooi met het strikje. Ik hou van beleving. Ik koop ook dingen op beleving. Matje, wil je passen? Nou ja, dus dit zijn de twee hoofdstellen. Die zijn dan de komende vier. Dus totaal, dus er zijn nog twee onderweg, hè? Ja, dus dit zijn er alvast twee. En die gaan we nou eventjes passen bij Macho. Dit is wel leuk, hè, met dat strikje, met zo'n elastiekje. Dat is heel handig. Dat hebben ze bij Rituals ook. Die verkopen namelijk ook alleen beleving. Oké, we zijn even iets Lotte. Ja, ik doe mijn ding, hoor. Joy. Join the Bridal Revolution. Oké. Dus wij doen mee aan een Bridal Revolution. Oh, dit is mooi. Dit is echt helemaal nieuw. Kijk, deze heeft Graafje ook. Nu. Al, die heb ik getest. Dit is een heel mooi. We gaan onder en dan gaan we vertellen van hoe en wat. Oh, zo nieuw, zo schoon. I like it. Ik ga hem nu niet helemaal afstemmen. Dan hebben we nog één ding wat ontbreekt. De filter. Ga ik even aanmaken. Even uitleggen. Dat zit los. Kijk. Ik weet niet waarom. Matje gaat klontjes. Ja, die zit er ook los bij. Zo. Dan kan je dat dus aanmaken, want dit is dus... Oké, we gaan nu even uitleggen wat er allemaal leuk is aan dit hoofdstel. Kan je inzoomen? Ja, dat kan ik. Ja, dat kan ik. Hier zit een drukkertje. Dus dat is echt ideaal voor de frontriem. Dus dit is de frontriem. Die kan je heel makkelijk vervangen. Andersom. Maar daar gaat dus ook de kielriem bij. Dus je kan ook gewoon zonder kielriem trainen. En dan gaat hij aan de andere kant ook zo vast. Maat, het is wel goed, je had alles op de grond. Dat is ja. Leuk. Zo. Zo, dan gaan we hem zo vastmaken. En dan heeft hij een kielring. Zo. Oké, ik ben helemaal begonnen bij het bovenste, wat ik net heb laten zien. Dat is dat brede stuk. En dat is zo, als je naar de zijkant kijkt, dan zijn zijn oren ook helemaal... teruggesneden, dus dan is het zeg maar vrij hier en hier wordt de druk heel erg mooi verdeeld. Dan heb ik dus verteld over de frontriem, die kan je dus vervangen met zo'n kliksysteem. Ja, dat zal dan dadelijk bij jou niet zo zijn omdat er niet jullie frontriem aan gaat, maar misschien wil ik aan Judith vragen of ze hier ook een drukkertje kan maken. Dat is misschien handig. En dan heb je die keelriem, daar kan je dus eigenlijk zonder rijden, want heel veel mensen... Met Graafje heb ik een hele tijd zonder de ding gereden, omdat ja, het heeft eigenlijk helemaal geen functie meer tegenwoordig. Dat is echt van vroeger. Maar je moet er wel mee starten op wedstrijd, dus daarom moet je me wel aanmaken als je wedstrijd gaat. Maar verder hoeft dat dus niet per se. Dan heb je, dit is dus rondgenaaid, zonder dat je die clip hebt achter de oren. Dus het is wel mooi, maar je hebt niet die clipjes achter de oren. Dan heb je hier, dit is meer praktische dingetjes aan de binnenkant.
van de passantje zit rubber. Dus als je het zeg maar eroverheen schuift, dan gaat hij niet uit zichzelf heel naar beneden. Dus hoef je niet iedere dag die dingen omhoog te doen. Dat is ook echt super handig. En dan heb je nog een heel belangrijk iets. Dat is hier. Dit is een elastiekje. Dus de we zijn bit... niet scherp. Wacht, even op het scherm tikken. Ja, hij is scherp. Ja? Het bit ligt zeg maar niet in de... Wat? Het bit ligt niet in het leertje van je bakstuk. Maar er zit nog een elastiekje onder. Waardoor je zeg maar een soort van... Ja, dat is ook, heeft ook te maken met de drukverdeling. Dat als je... aan het bit komt of de drukverdeling naar het kopstuk zeg maar beter is door het elastiekje. Je moet even niet naar het naar zo'n stang en trens kijken, want die hebben we even heel simpel niet van. Maar dat is dus zowel bij zijn trens als bij zijn stang en trens. Of bij zijn trens als bij zijn stang. En als je op wedstrijd gaat, mag je er nou wel of niet mee starten? Mag het nu wel? Ja, deze zijn goedgekeurd. Wat dan het verschil? Ja, dat is een verandering in hoe het gemaakt is. Oké. Okay. Want dit, er waren mensen op, het zit trouwens ook in de teugels. Want ik heb deze, dat is heel typisch. Ik had deze teugels al, die zijn ook van PS. Die heb ik in Zweden gekocht. Weet jullie nog de video met gebroken teugel? Die zal ik even linken hierboven. Toen was ik in Zweden op het EK. En toen ging Macho ergens achter blijven hangen met zijn... met zijn teugel en toen brak die. En toen heb ik bij PS of Sweden, fucking logisch, want we waren in Zweden, heb ik stangteugel gekocht. En daar zit dus ook dat dingetje in. Ik heb alleen maar mijn trends het nu niet, dus misschien moet ik dat eventjes ook nog achteraan gaan. Of dat het überhaupt mag trouwens. Maar heel veel mensen zeiden ook op Insta van ja, met het hoofdstel mag je toch niet rijden, want er zitten wel die elastiekjes in. Maar dat is dus, die mensen willen echt wel dat wij hiermee op wedstrijd mogen rijden. Dus die hebben dat nu een beetje aangepast en nu mag je hier dus wel mee starten. En als je nog zo'n oud hoofdstel hebt, dan kan je natuurlijk, als je op wedstrijd gaat, hoef je niet per se hier doorheen te halen. Dan kan je hem gewoon hier aan hangen. Dat was vroeger de oplossing, toch? Ja. Ja. En dan nog even iets over de neusriem. Want jullie zien misschien dat hij zeg maar best wel, als je er recht op kijkt, als je hem recht van voren ziet, dan denk je, oh, hij is echt heel hoog. Dat zei ze ook bij Graafje volgens mij, van zit je neusriem niet te hoog. Maar als je dan naar de zijkant kijkt, dan zie je dus dat hij omhoog gesneden is. Dus het lijkt wel alsof hij verkeerd omhoog zit. Dat heeft dus te maken met allerlei zenuwen die op het hoofd zitten, waardoor dat vrijer komt te liggen. En hoe hoger je op het neusbeen zit, hoe zachter het is voor het paard. Want het wordt hij natuurlijk aan het eind ook steeds dunner, volgens mij. Dus... dan is de drukverdeling ook beter. Dus het heeft allemaal met drukverdeling te maken. Daarom staat er ook op het kaartje van revolutionaire hoofdstellen. Want dat zie je, daar is echt ook over nagedacht. Hè? Het is niet zomaar een paar leertjes aan elkaar. We proberen echt iets vooruitstrevends te bedenken. Dit is een trends hoofdstel, volgens mij. Oh ja, dit is echt heel leuk. Zal ik ook een game zien. Beleving. Ik hou van beleving. Er zit er ook een geur, ja. Dat moet ze eigenlijk doen, hè? Een parfumetje erop. Ja, paardenpak. Lief, leuk. Oké. Okay. Oh, dit is ook een... Dit is, aha. Dit is... Hoe heet deze nou? Hydrant. Dit is een heel bijzonder hoofdstel. Maar als je het zo ziet, dan denk je echt, hoe dan? Oh, dit is ook een ander neusriempje. Ja, die kun je dan wisselen. Oh my god, I like this. Die gaan we ook even... Deze is echt heel zacht, hè? Ik zal er maar een lakje bij doen. Ja, ik zal er maar een lakje bij doen. Dit is echt cool. Dat gaan we zo even laten zien. Want als je dit ziet, denk je misschien van, what is dit? Kijk, dit bedoel ik, waar ik met de andere hoofdstel helemaal niet tevreden over was. Als je dan, nou, dit is dan wel het trendshoofdstel, maar dat is bij het stang- en trendshoofdstel precies hetzelfde. Het is een heel mooi stuk en het is zo zacht, dat is niet normaal. Er zit helemaal aan de binnenkant ook ja, echt gewoon breed en zacht voor die druk. En dat is nu met het hoofdstel waar ik tot nu toe mee heb gereden echt een issue. Dus we gaan deze even omdoen en dan zien jullie hoe het past. Dit is een hoofdstel met echt een super breed kopstuk. Dus het breedste, hoeveel? 8 centimeter. Het is echt heel breed. Ook dus echt voor die drukverdeling, want echt hoe, het is natuurlijk hoe breder. Als ik met een naald hak op iemands teen ga staan, dan vindt diegene dat minder fijn dan dat ik met mijn volle poot erop ga staan. Nee, maar het is wel zo dat dit dus echt heel fijn is voor de drukverdeling. En dit hoofdstel is echt
een, zeg je dat, echt zo'n feel-good hostel voor je paard, vind ik. Als je even, hier heb je weer dat clipje. We hebben de keelriem al aangemaakt. Dus heb je weer het drukkertje voor de frontriem. Dit is een trendshostel, dus je hebt natuurlijk maar een bakstuk en een neusriem. Maar ja, zoals je ziet is dit een hele rare neusriem. Hier zitten zijn tanden. En deze neusriem is dus met heel veel ideeën. Om allerlei dingen vrij te leggen. De tanden hier, die zenuwen. Geen druk hier dat dit zo zeg maar dichtgeperst wordt. Hier zit dus een soort kielriempje. Of een kin. Nou, hoe noem je dat nou? Ja, zo dus hoe we het eigenlijk kennen. Maar die zit dus hier met een heel dik kussentje. Breed ook weer. En dan heb je hier het soort van neusriempje. Wat we gewend zijn. Wat normaal is gewoon hier breed zit. En dat is nou met het loco-lakje. En dan heb je hier nog de zijkantjes. Het loopt zo naar beneden. En hier maak je hem dan dus vast als soort van lage neusriem. En doordat hier ijzerdraad in zit, kan je hem ook hoger en lager hangen. En kan je dit dus ook verstellen en meer naar de, zeg maar, naar de vorm van je paard maken. En ja, dit is dus echt een hoofdstel om zo min mogelijk druk op de mond uit te oefenen. Waardoor je dus echt een soort van vriendelijk idee krijgt. En Mats loopt hier heel fijn op. Ik heb hem al erop gereden, anders zou ik hem natuurlijk niet zomaar bestellen. Dus als ik op trends ga, ik rijd door de week heel veel trends, eigenlijk altijd. En dan rijd ik natuurlijk, dan betaal ik vanaf nu, rijd dan met dit hoofdstel. Hallo paardenkind! Jij mocht niet passen. We hebben ook echt gewoon alles op Macho naar even gepast. Ja, kijk, als je lief bent, dan mag je uit je stal. Els ging net ontsnappen. Lotte ging proberen zijn deken op te doen, toen ging niet ontsnappen. Och, jouw beleven voorbij. Ja. Oké, nou, ja, leuk dat je zo leuk kijkt. Ja, nou, het is vandaag Koningsdag. Normale mensen hebben dan een vrije dag en die hebben gewoon, ja, iets gezelligs of iets leuks. Die zijn allemaal tompoes aan het eten en zo. Wij staan op stal. Ja, top. Ik heb alles gereden en nu hebben we de hoofdstellen aangemeten. Ik ben heel blij mee. Ik ben ook echt heel benieuwd naar die andere twee worden. Ik hoop dat jullie het, zeg maar, ik weet niet. Ik heb heel veel erover verteld. Omdat er dus ook heel veel zo'n idee achter zit. Ik probeer niet, zeg maar, echt te zeggen van, oh, it's amazing. En look at this bridle. En, maar er zit wel gewoon een verhaaltje achter. Dus daarom hoop ik dat ik dat een beetje heb kunnen overbrengen naar jullie waarom ik ervoor heb gekozen. Want ik vind het wel echt heel belangrijk. Zoals jullie weten, krijg ik ook wel eens bidloos en zo. En ik sta daar wel echt voor open om andere dingen te proberen. Of ja, zeg maar verbeteringen. Waardoor hij fijner kan lopen. Ook die andere twee, maar ik sta nu even bij hem. En ja, daarom wilde ik het heel graag aan jullie laten zien. Dat ik nu hoofdstellen heb en wat dan en wat het idee erachter is. Dus ik denk ja, dat er dan nog een video of zo. Of dat ik denk dat ik de tweede in de shoplog laat zien of zo. Want ik heb nog wel wat andere dingetjes. Dat is misschien leuk als ze binnen zijn. Hoe die er al uitzien. De wedstrijdhoofdstellen van Martje en Ens. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hier kan je nog een andere video van mij kijken. En daar kan je nog abonneren. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!